In vorden door kun je wat worden. In de reeks waar het leven nog goed is, zijn wij in deze aflevering in de omgeving van Vorden. Van oudsher is Vorden een omgeving met veel kastelen en landhuizen waarmee hun bezitters uiting wilden geven aan hun rijkdom. Wij Vorden binnen via de Stroodijk en kom meteen al bekenden tegen. Ik de rondweg over om bij garage Trachter de Zutphense weg op te gaan en rechtsaf het dorp in. Meteen aan de rechterkant kom ik langs voormalig zorgcentrum Villa Nuova. Er zijn 30 appartementen en hier bieden zij een liefdevol thuis voor mensen met dementie. Over het algemeen is de Zutphense weg een chique weg met prachtige herenhuizen. Hier staat ook de Molen de Hoop, een van de twee die Vordenrijk is. Deze is een in 1850 gebouwde korenmolen. De Hoop is eigendom van de familie van Ark. Vorden had 3 kerken, namelijk een gereformeerde, nu een uitvaartcentrum, een hervormde kerk, oftewel ook de dorpskerk, en een katholieke. Het dorpsplein voor de Nederlands Hervormde Kerk kenmerkt zich door horeca en enkele winkels. Ook het dorpscentrum ligt bijna aan het plein. De eerste bekende vermelding als parochiekerk stamt uit 1235. De kerk kreeg de patroonheilige Antonius van Egypte. De kerktoren stamt uit de 14e eeuw. Het kerkorgel uit 1833 is gemaakt door Hinderk Berends Lohman. Station Vorden is een spoorwegstation aan de spoorlijn Winterswijk-Zutphen. Vorden heeft ook een kleinschalig industriegebied aan de kant van Ruurlo over de spoorweg. De katholieke Christus Koningkerk is in 1964 gebouwd. De kerk heeft een strakke, rechthoekige architectuur met een losstaande kerktoren.
Beide zijn uit baksteen opgetrokken. Hier staat de ons zo bekende voormalige SNS-bank, welke ook lang is verdwenen, net als de Rabo en de ABN. Aan de rand van het dorp ligt een van de bekendste kastelen van Vorden, namelijk Kasteel Vorden. Dat ook jarenlang als gemeentehuis heeft gediend en waar wij in 1978 getrouwd zijn. Voor het eerst vermeld in 1315. Het huis is door de eeuwen heen in het bezit geweest van verschillende adellijke geslachten. Van 1771 tot 1974 de familie van der Borg. Na de Tweede Wereldoorlog staat het kasteel leeg en raakt het steeds meer in verval. In 1976 werd het gerestaureerd en fungeert het als het gemeentehuis van Vorden. In 2004 heeft de voormalige gemeente Vorden het kasteel verkocht aan particulieren. Deze hebben het huis in oude glorie hersteld. Vele evenementen worden ieder jaar hier georganiseerd, zoals de jaarlijkse drijfjacht. De Hakvortse molen. De molen werd in 1851 gebouwd. Huize de Wildeborg. Het huis wordt voor het eerst vermeld in 1372 als de roofridder Zweden Rodebaard van Wis eigenaar van het kasteel is. In 1780 in handen van het geslacht Staring. Het kasteel, of wat er nog van over is, werd aangekocht door D.H. Staring, vader van de later beroemd geworden dichter A.C.W. Staring. De familie Staring is onlosmakelijk verbonden met het kasteel en landgoed. Wandelschoenen aan. Thank you.
en richting. De buitenplaats werd gebouwd in de jaren 1835-1836 en ook maar even huizen Den Bramel bezocht. Kasteel Den Bramel is een voormalig kasteel ten westen van de weg voor Den Almen. Het huidige gebouw dateert grotendeels uit de periode 1720-1726. De plaatselijke rijvereniging In de Repen organiseert jaarlijks een tocht met koetsen in de omgeving. Via de buurtschap Delden naar Linden, waar de prachtige molen Ons Belang ons zal begroeten. De Lindense molen is een achtkantige, rietgedekte beltmolen. De molen werd in 1856 als achtkantige windkorenmolen op een 4,20 meter hoge bult gebouwd door Kelderman uit Ootmarsum. In 1890 wordt vermeld dat de molen na een brand is herbouwd. De wieken hebben een vlucht van 22,60 meter. De molen is in 1971 gerestaureerd. Hij is draaivaardig, maar wordt voor andere doeleinden gebruikt. Momenteel is in de molen op de begane grond een theater gevestigd. Op de terugweg naar Vorden komen wij door Kranenburg, dat vooral bekend staat om zijn prachtige kerk en het klooster. Het Franciscanenklooster Heilig Hart was gevestigd van 1803 tot 1997. Daarna heeft het de poos leeggestaan om vervolgens een tijdje asielzoekers op te vangen. En nu een traumacentrum. De Heilige Antonius van Padua-kerk is gebouwd in 1856 en volgende jaren en gewijd in 1867. Het is de oudst bewaard gebleven kerk van architect P.J.H. Kuipers, bekend geworden door de bouw van meer dan 60 kerken, het Rijksmuseum, Centraal Station Amsterdam en Kasteel Haarzuilens. De kerk is aangewezen als Rijksmonument, evenals de daarnaast gebouwde pastorie, en is financieel mogelijk gemaakt door leden van de adellijke familie van Dordt tot Mettler. In het najaar van 2009 is de kerk door het parochiebestuur overgedragen aan oude Gelderse kerken. Er is een heilige beeldmuseum ingericht en jaarlijks is er rond de kersttijd een kerststallen tentoonstelling.
Op bezoek bij Huize Mettler, een kasteel richting Ruurlo in de buurtschap Mettler. Een prachtig kasteel, zowel buiten als binnen. De vroegst bekende vermelding komt uit 1483, als Jacob van Hackfort dat jaar eigenaar blijkt. Vermoedelijk werd het middeleeuwse huis verwoest tijdens de 80-jarige oorlog. Sinds de 17e eeuw is het huis een bezit van de Van Dorths. Het huidige huis is gebouwd in 1800, waarbij 17e eeuws muurwerk is opgenomen. In 1892 werd de bovenverdieping verhoogd. Het oplopend schilddak met dakkapellen en koepeltorentje. Het is een lust voor het oog, de tuinen van het kasteel de Wierse. De oudst bekende vermelding stamt uit 1288. Uiteindelijk kwam het kasteel in de 18e eeuw in handen van de Van Heekerens, tot en met 1893. Van 1982 tot 2018 werd de Wierse beheerd door Peter Gatakre en zijn echtgenote Laura Dru. In 2018 hebben Marie Gatakre en haar man Aart Jonkers het beheer overgenomen. Bij de buitenplaats is een historisch landgoed gelegen. Bestaande uit 300 hectare grond, waarvan 16 hectare tuin is omringd door 32 hectare landschapspark. De tuin staat bekend als de mooiste tuin van Nederland. Als laatste voorlopig rijden wij naar kasteel Hackfort, dat aan de weg naar Wichmond ligt. In 1392 staat in een leenregister van de heren van Bronkhorst een huis tot Hackforden met voorburg en grachten vermeld. Het is begonnen als een woontoren. In 1598 is het herbouwd door Borghard van Westerholt. Op een gevelsteen staat dit vermeld, alsmede dat het kasteel in 1788 flink verbouwd is. Het kasteel ligt te midden van bossen en weilanden. En bij het kasteel bevindt zich ook de watermolen van Hackfort. In 1324 verkocht Willem van Bronkhorst een goed te Hackforden aan Jacob van der Welle, die zich daarna van Hackfort ging noemen. In 1581 kwam het van de erfdochter Jacoba van Hackfort aan de familie van Raasveld.
In het koetshuis is een restaurant ingericht, de keuken van Hackford, met een prachtige eigen groente- en kruidentuin. En zo komt er een eind aan deze aflevering. Worden. Daar kun je niet alleen wat worden, maar je kunt hier ook heel goed leven.